Hallo en welkom bij deze video van kruidenwijs.be. Vandaag gaan we het over de geneeskracht van basilicum hebben. De naam basilicum zou komen van het Griekse woord voor koning. Basilicum, basielkruid of koningskruid, komt oorspronkelijk uit India, waar het een heilig kruid was. Ook in het christendom is basilicum bijzonder, want het kruid zou gegroeid hebben rond het graf van Jezus. Basilicum is al heel lang heel populair in Zuid-Europa. In de Italiaanse keuken neemt het een zeer prominente plaats in. Het is onder andere de smaakmaker bij tomaten. Wie heeft nog nooit aperitiefstokjes klaargemaakt met mozzarella, kerstomaten en een blaadje basilicum? En ook in pesto, nog zo'n Italiaanse smaakboom, is het een basisbestanddeel. Ook in de cosmetica wordt basilicum frequent gebruikt. Naast het heerlijke aroma bevat het heel veel vluchtige olie die in de parfumindustrie van pas komt. Basilicum werkt ontspannend en rustgevend. Het is ideaal om in bad te doen, maar kent ook zijn toepassing in cosmetische producten na het baden. Het wordt ook veel in potpourri gebruikt en het aroma ervan verjaagt vliegen, handig voor in de zomer. Basilicum is niet zo eenvoudig om te kweken. Het kruid houdt niet van de kou, minimum 15 graden wordt verwacht en eist een beschutte en zonnige plaats. Het is ook gevoelig aan te veel vocht, maar anderzijds heeft het kruid ook al veel dorst. In onze lage landen is het daarom het makkelijkste om te kweken op het balkon of op de vensterbank. Wat weten we nu over basilicum als geneeskrachtig kruid? Het helpt bij verkoudheden en griep vanwege de stimulerende werking. Basilicum wekt de eetlust op en versterkt de maag. Het heeft een positief effect op de spijsvertering en andere zaken van de buik, zoals buikkramp, maagontsteking of problemen met menstruatie. De ontspannende werking van basilicum zorgt voor een positief effect op stress, angst en algemene spanning. Het kruid heeft ook een antibacteriële werking. Zodoende is het een natuurlijk bewaarmiddel en helpt het tegen voedselinfecties. Basilicum versterkt het immuunsysteem en heeft ook ontstekingsremmende eigenschappen. Tot slot heeft het een heilzame werking tegen diabetes omwille van zijn gunstige werking op bloedglucose. Jullie merken het, basilicum heeft een hele rist gezondheidsbevorderende eigenschappen. Het is een topgezond kruid. Het is ideaal voor onze gezondheid. Dat was het voor vandaag, voor deze bijdrage van kruidenwijs.be. Als je deze video leuk vond, like hem dan gerust. En wil je nog meer video's als deze zien, abonneer je dan op ons kanaal. We posten regelmatig nieuwe. Voor deze keer alvast bedankt en tot de volgende keer. Dag!